Nou, de entree van deze Europese tentoonstelling is al heel apart. En hier gaan we dan echt naar binnen. Goedendag, welkom in het Huis van de Europese Geschiedenis in Ballingschap. Ik geef je zometeen een nummertje. Ja. Dan mag je plaatsnemen in de wachtkamer en wachten tot ik je nummer afroep, alsjeblieft. Ja. En dan krijgt u ook een foldertje mee, dat kan u intussen rustig lezen. Nummer 638, u mag binnengaan door de deur met het gordijn. Dat ben ik. En dan begint het. De tentoonstelling is opgezet alsof we in 2064 zijn en terugkijken via een privémuseum naar nu. Drie verdiepingen Europa. Haar mislukkingen, haar bureaucratie en haar hoogtepunten. Wat wil je met deze tentoonstelling laten zien? De verschillende dingen eigenlijk. Wat ik sowieso probeer te doen is een aantal mythes of denkbeelden probeer te ontkrachten om over op zijn kop te draaien rond Europa, rond de Europese Unie. Om op die manier ook te proberen de complexiteit te laten zien. Er wordt mij heel vaak gevraagd of ik pro-Europees of eurosceptisch ben en of de tentoonstelling pro-Europees of eurosceptisch is. Terwijl dat voor mij niet per se de meest relevante vraag is eigenlijk, omdat het voor mij zowel... Het is beiden eigenlijk. Ik probeer de complexiteit van een gegeven zoals de EU te laten zien en te tonen dat die veel complexer in elkaar zit dan de meeste mensen meestal denken. Oké, hier moet ik Thomas Bellink even afkappen, want hij blijft praten. Het gaat dus om het feit dat Europa ingewikkeld is. Denk bijvoorbeeld aan de regeltjes die er zijn op Europees niveau. En waar kijken we nu naar, Thomas? Dus we kijken nu hier naar een aantal Europese richtlijnen en verordeningen die we er even hebben uitgelegd. Bijvoorbeeld als het gaat over groente en fruit. Ja. De minimale krommingsgraad van een banaan, de maximale krommingsgraad van een komkommer. Als je het zo zegt, dan denk ik ook, ja, wat een idiotie. Ja, iemand verzint dat dus, hè, ja. Ergens. Maar ik weet waarom het nodig is en ik ben er ook voorstander van. Maar ik denk dat sommige dingen harmoniseren gewoon absoluut geen zin hebben. Nu komen we in een huisje. Ja, inderdaad. We staan hier in de reconstructie van een hut. Een zelfgebouwde hut die bewoond wordt door mensen zonder papieren. In verschillende regio's, vooral in Zuid-Europa eigenlijk. Waar mensen dus voor een absoluut minimumloon onze groenten en fruit plukken, uitgebuit worden op de plantages leven in deze zelfgebouwde hutten, die dan geregeld nog eens ontruimd worden door de plantage-eigenaars, om te zorgen dat wij maar 2 euro voor een kilo tomaten moeten betalen, bijvoorbeeld. Ja. Oké, dan zijn we nu in een van de laatste ruimtes gekomen van het museum. Dat kan je gewoon hier links die kant uit, maar liever niet filmen. En dan wacht ik hier gewoon wel terug op en dan zit ik straks wel terug. Dan ga ik alleen. Ja, veel plezier. Want de camera mag niet mee. Oh, het is heel donker.